Hey, Baltus hier. Ik doe een korte vlog naar aanleiding van mijn berichtgeving op diverse socials afgelopen weekend, waarin ik aangeef dat ik cursussen aan het ontwikkelen ben en dat die in de toekomst te koop komen. Die cursussen, dat zijn e-courses en daar kreeg ik wat vragen over. Wat is nou een e-course? Nou, een e-course is eigenlijk gewoon een moeilijk woord voor een online cursus. Een online cursus die jij thuis vanuit je huiskamer gewoon kunt volgen, achter de computer. In zo'n cursus zit door mijzelf geschreven lesmateriaal, tekst, technische tekst met afbeeldingen en opgedeeld in modules. En elke module of hoofdstuk, het is maar net hoe je het wilt noemen, kent een aantal vragen en opdrachten die daarbij horen, zodat er wat verwerking is. En daarnaast zijn er video's van presentaties die ik geef over de hoofdstukken. En sommige cursussen bevatten ook nog video's met extra uitleg, bijvoorbeeld aan de hand van een modelletje of zoiets. Een cursus heeft een belasting van ongeveer 3 tot 5 uur. Ligt er een beetje aan hoe snel als je leert en hoe snel als je leest. En de cursus is voor mensen die motorvoertuigtechniek interessant vinden, motorfietstechniek interessant vinden. Sommige cursussen hebben overlap, sommige cursussen zijn apart geschreven voor autotechniek en andere voor motorfietstechniek. De cursussen zijn ook voor mensen die oriënterend zijn. Wil ik iets gaan doen in de techniek? Is de techniek wel wat voor mij? De cursus is voor mensen die binnenkort een examen moeten doen in de motorvoertuigtechniek en even willen kijken of ze een beetje begrijpen waar het over gaat. Zowel praktisch als theoretisch. De cursus is voor mensen die nou eens een keer bij een familieverjaardag mee willen kunnen praten over wat is nu pk en wat is nu koppel en wat betekent dat voor mijn auto. De cursus is gewoon heel breed. Ik probeer het uit te leggen in houtje-touwtje taal, zodat het duidelijk is en dan na verloop van de tijd komt er wat diepgang in. Nou, de cursus die ik nu ontwikkel is basis brandstofmotortechniek met 4 verschillende onderwerpen. Zuigers, cilinders, krukdrijfstangmechanismen, vierslagprincipe, dat is de meest gebruikte brandstofmotor in de auto of in de motorfiets. En distributiesystemen met blokvormen, hè, dus verschillende motorblokvormen en een stukje klepbediening wat daar voorbij komt. Dat is de eerste cursus. Een tweede cursus in een notendopje gaat over onderhoud. Wat heb ik nodig voor onderhoud? Hoe ziet onderhoud eruit voor motorfietsen en voor auto's? De derde cursus die ik ga schrijven gaat over revisie. Hoe kan ik nu bepalen of mijn motorblok aan revisie toe is en wat moet ik dan doen tijdens de revisie? Dus een stukje meten komt daar voorbij. Of meten is eigenlijk de basis van die cursus. Mechanisch meten, maar ook compressie en lektesten en dat soort dingen. Hoe doe ik dat? Waarom doe ik het? Etcetera. En de laatste cursus die ik in eerste instantie schrijf is basis elektrotechniek. De wet van Ohm, een stukje natuurkunde erin, maar ook meten met een multimeter, een V4-meting. Een hele makkelijk veelgebruikte methode om storingen te kunnen vinden in elektronische systemen. En vervolgens ga ik dan beginnen met het schrijven van gevorderde cursussen daarbovenop. Dus dat zijn 8 cursussen in de toekomst. 5 cursussen voor de in eerste instantie mensen die interesse hebben in motorvoertuigtechniek. Mocht je een vraag hebben, let me know. Mocht je een tip hebben, plaats hem in de comments hieronder en ik reageer. Voor nu, bedankt en wellicht tot ziens. Hoi!